Het is belangrijk dat er wordt gelet op de geldende regels bij voorverpakte goederen. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie een informatiesessie georganiseerd over de etiketteringsvereisten voor voorverpakte goederen. Alle importeurs, distributeurs en producenten van voorverpakte goederen mochten hieraan deelnemen. Aan de orde kwamen technische voorschriften bij voorverpakte goederen en de sancties die daaraan verbonden zijn bij de niet-naleving van deze regels. Suraksha Hirasingh, directeur Economische Zaken, onderstreept het belang van deze sessie en de bijdrage aan een betere aanpak van voorverpakte goederen. Wij als ministerie willen dus dit graag met jullie delen. Wat komt er in de etiket en waarom plaatst u de etiket? Niet alleen omdat u moet voldoen aan standaarden en u moet de wetten naleven, maar het is ook goed dat u als ondernemer uw product goed aanbiedt aan een burger. Dus ook voor u een voordeel daar. Hoe meer informatie u zet, hoe aantrekkelijker het is voor een burger om een product aan te schaffen van u. Vanaf 1 juni zullen extra controlewerkzaamheden worden uitgevoerd op de etikettering van goederen bij verschillende verkooppunten.